Over een paar uur pleuren ze die slagboom naar boven. De gasten komen weer genieten van het heerlijke weer en een smetteloos park. Zo, nog even check, check, double check. Ja? Het laatste rondje voordat we open gaan. Nou, ben ik klaar voor? Ik wel. Ik ook, maar ik doe het niet. Oh, nou wel. Jammer. Oh, het was koud. Warm is anders, ja. Hoeveel mensen komen er aan vandaag, weet je dat? 250. 250? 250 seizoensgasten. Morgen. Morgen. Ben je er klaar voor? Altijd. Maar met u sta ik in contact. Met Pieter. Alleen met je Pieter? En als het goed is met Alwin. Dus even Alwin proberen. Alwin? Hij probeert. Ja. Test. Test. Hallo? Test, test. Hallo, test. Hallo? Ja, hallo. Nee, het gaat allemaal goed hier. Hallo? Kijk, dat is al goed geregeld. Nee, de eerste staat er al, hè? Dus 12 uur mogen ze naar binnen. Oké. Okay. Dus als jij ze netjes opvangt, gebeuren, dat hier vol is, allemaal op parkeerplaats op. Hè? Goed. Ja? Oké. Okay. Helemaal goed. Hoi, hoi, succes. Hoi, hoi. Nou, even kijken wat er hierbij staat. Hier ligt wel een vuilniszak. Ik snap dat niet. Zal ik dat maar weer opruimen? Nu helemaal net goed. Ah. Kijk, ik heb een nieuwe trui aan. Mm-hmm. Even kijken. Godverdomme toch. Ja. Dat is jullie taak. Ja, ik weet het. Is dat niet normaal? Nee, dat is niet normaal, nee. Ah, ja, Pieter is niet fijn. Nee, ja. Ja. Ja, dan val ik weer als een mogol over die hek heen. Godverdomme. Ja, Pieter, was de hier met die mat? Die hebben ze, denk ik, vergeten terug te leggen. Oh, nou, dat is niet goed. Nee. Sukkels, ja. Kijk wat erbij ligt, ze. Alwin, over. Hallo? Zou je even in de app kunnen zetten dat ze de mat bij het toiletgebouw Z, die ze schoonmaak, vergeten binnen te leggen? Die moet even een keer zuiver gemaakt worden, want er zit allemaal gras op en die moet terug in het toiletgebouw. Ja, vandaag. Over. Vandaag niet, man. Dat zei ik dan, zei ik niet. Over. Ten eerste, wie legt hier die mat buiten neer? Dat snap ik ook niet. Dat snap ik ook niet. En welke idioot ga je dan staan maaien? Kijk, en ik had het al kunnen voorspellen. Dan ligt die mat hier, maar hieronder maaien ze niet. Nee. Zo, personeel. Ja, daar gaan we wel van zeggen. Ja, daar gaan we wel van zeggen. Dat moeten ze zelf te snappen. Ja, Pieter, kom op. Maar we gaan over 2 uur open, dus... Ja, dat wordt geregeld. Mieke heeft stylingstress. Voor de videoclip en een uitverkochte Costa-tournee hebben ze flitsende outfits nodig. En zij weet precies bij welke lokale couturier ze kunnen slagen. Johnny en Mieke, de artiesten. Hallo, de jongens. Hoe is het met jullie? Goed. Goed? En Marty? Ja. Ja, wij komen even shoppen, want wij zijn een videoclip aan het maken. Waar jullie trouwens uitgenodigd zijn. Als jullie kunnen, met de winkel natuurlijk. Ja. En waar zit je aan te denken van kleding? Ik zou graag een zwarte broek willen. Met een leuke top? Met iets leuks erop, ja. 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 En voor Johnny? Ja, voor mij ook t-shirt. Oh, iets van met een beetje glitter erop? Ja, natuurlijk. Voor de showbiz? Ja, oké. Okay. We gaan geen thriller opnemen, hè? Nee, maar dat vind ik wel mooi. Een doodskop, dat is toch niet echt feestelijk? Ja, maar het is wel modern. Ja? Ja, we moeten wel flitsend bijlopen, hè? Ja, en in het roze heb ik hem ook nog. Mooi, modern, flitsend. Moeten we het? Ik ga de pas, hè? Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. Hebben ze in die t-shirt nog een maatje groter? Nou, dan moet ik gaan kijken, maar ik denk dat hij de grootste is. Die heb ik helaas niet meer groter, maar ik heb misschien nog wel een ander model. Die zit super. Modern, flitsend. Wacht, ik kom maar aan, ik wil dat ook zien, hè? Ja, ja, de reactie komt er zo aan. Oh, dat zit goed. Ja, ik vind hem die ook goed staan. Oh, ja, die staat hier ook mooi. Ja. Ja? Ja. En blink-blink, hè, jongen. Ja, ja. Ja, deze is ook gewoon een heel modern en flitsend shirt. Ja. Samen voor de videoclip, dat matcht ook mooi bij elkaar. Ja. Dat is echt een modern duo. Dat is wel mooi. Ja, vind je dat wel mooi? Ik vind dat wel mooi. Zou ik zeggen, heel veel plezier ermee. Ja. En veel ja. succes met de videoclip. Ja. Dank je wel. Als we de tijd hebben, en als jullie tijd hebben, komen jullie. Ja, ja zeker weten. Oké, doei, doei, doei. Bedankt. Dikke kus. Doei. Doei.
flitsen en dan bergen zien we er nu uit, hè? Ja, wow. Vind ik wel mooi. Om de gasten te verwelkomen heeft die Bolle besloten chocolaatjes te laten uitdelen. Die waren nog net niet over datum en smelten niet met het klote weer. Ideaal. Begin jij hier met uitdelen, loop ik naar het einde. Is dat een idee? Ja, helemaal goed. Het is bijna droog, Ruud. Het eind is nog niet gezegd, toch? Nee, nee. Dan gaan we maar. Ja, dan kom je aan met chocola. Er zit helemaal niemand in die auto's. Tegen meer van Ruud. Gaat niet goed. Ja, we proeven zelf of het wel veilig is, hè? Ja. Ja. Zijn ze al op, die chocolaatjes? Ja, loopt door de trein. Er zit niemand in de auto's. Nou, we hebben daar een paar gasten die staan te wachten. We vinden het chocolaatje denk ik wel lekker. Ja, denk ik ook. Een chocolaatje. Voor te wachten. Goed bezig, alsjeblieft, maat. Dankjewel. Jij ook eentje? Anders kom ik er niet vanaf, hè. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey, dankjewel. Hey. Lange rijen met verkleumde kampeerders. Maar die slagboom gaat pas omhoog als Peter er zelf bij is. Bah, als je vandaag allemaal binnen moet, dat is lekker. Alles mooi in een rijtje, dus massa is kassa. Hallo! Hey. De mannen! Hey. Dag, zijn we er klaar voor? Ja, wij wel. Ook. Nou, bijna, hè. Het is drukker als ooit, of niet? Hup, massa is kassa. Weer ene. Nou gaan we beginnen, jongens. Ja, Pieter, waar staan die pionnen hier? Ja, dat is hier niet parkeren. Ja, maar dan moet hij zeggen. Weg die pionnen hier, dat ziet er niet uit. Maar ik vind ook, die meneer moet de mensen begeleiden. Jan-Pieter, net komt die tourcaravan aan, dan wordt er niks gezegd. Die mensen moeten netjes begeleid worden. U kan even parkeren op de parkeerplaats. Dat kost net zoveel moeite, snap je? Ja. Een warm welkom. Dat is goed, dat gaan we doen. Ik pak de middelste slagboom, het beste. Nou, hup, thee, binnenrijden, volk. Altwin, laat ze maar komen. Laat maar komen. Altwin, ja. Nou, die zit al bekant een aanrijding daar. Dat gaat al lekker hier. Die zit bekant al achterop die andere. Hallo. Hatsenplats. Kijk, ja, Hatsenplats, ja. Kijk, uit een goed hart, hè. Alsjeblieft. Moeders, alles goed? Jazeker, met jou ook. Ja. Ja, kom er gauw uit, maak er gauw een selfie. Kom. Ja, wat met een rieken. Zakje wel afgeven van de kinderen dan, hè? Ja, dat ben ik handig. Kom, wie maakt de foto? Ja, u zelf. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel voor de boeking. Hey, goed, hè? Yo, hallo. Alsjeblieft, welkom. Kijk, ben je een beetje erin, Leo? Altwin, snelheid erin. Kom op. Huppatee. Kom. Hallo. Nou, die ene lang, hè? Nou. Alsjeblieft. Hey. Yo, succes. Hallo, kijk eens, alsjeblieft. Ja, rijden. Fijn verblijf. Nou, die hadden we ons mogen wassen uit de stalling, of niet? Nou, stroomt goed vol, of niet? Marken is goed voor de bankrekening, hè? Ja, ja, Altwin, laat maar komen. Zo, volgende. Om de bezoekersstroom iets vlotter te laten verlopen, besluit Peter dat hij ze naar de juiste staanplaats begeleidt. Ja. Op de fiets. Begrijp dat dat een fysieke inspanning vergt, dus JP is de sjaak. Wie moet ons volgen? Oh. Rijden. Dan komt toch niet dat we alle 100 caravans weg moeten brengen, of wel? Dan zijn we even onderweg. Oh, godverdomme, je trapt weer kapot. Kom maar. Stop. En een hark bij. Nee, maar kijk hier, heel mijn ingezaaid ding gaat naar de kloten. Rijd je dan toch niet met een auto op? Maar ik wil wel hebben dat ik een beetje bijhaarig trek. Want zo houdt niks over van uw spullen. Nee, helemaal niks. Ik kan het toch gewoon met de hand erop duwen? Ja, rij je. Ja. Nou, trappen kok, ik heb het idee dat ik alles alleen zit te doen. Nee. En een poepzakje bij? Doe ik altijd. Fijn. Komt die man hier staan? Ik moet even die takken eraf rapen, hè, jongen. Had eigenlijk vanmorgen al moeten doen hier. Ja, dat had gewaaid. Ja, dat interesseert me niet. Kijk, die mensen moeten op een schone plaats komen. Jan-Pieter! Ja? Hoe fiets? Zo. Ik had eigenlijk vanmorgen gelijk moeten doen, hè. Nou, vond ik je maar de zadel wel hoger zetten, of niet? Nou, het gaat allemaal net. Ja. Kom, Jan-Pieter, wel sturen. Ja. Oh, wacht even, die jongen rijdt de spiegel eraf. Ja. En er een handremmer op, Jan-Pieter. Oh. Val niet, hè? Nee.